Welkom terug in Piratenland. We staan hier bij de winkel genaamd Mimi. En ik heb geen idee wat het is. Het staat er inmiddels al heel lang dat ze ooit Rikse winkeltjes zijn geworden, maar die is nog steeds leeg. Dus nu heet het Mimi. Maar welkom, leuk dat jullie er allemaal zijn. Vandaag beginnen we deze Content Veen seizoen 3 video in de winkelvallei. Want ik heb in de vorige video twee opdrachten gehad van meneer KB. Opdracht nummer 1. Is het mogelijk dat je ons erop krijgt met zo'n tekst? Zo'n vredige tekst. Over... Een vredige tekst? Ja, over sterk staan en zo. Ah, ja, dat kan ik. Ik kan dat. Ik kan een vredige tekst neerzetten met ons twee. Mag Harlo er ook op? Zet Harlo er lekker bij, joh! Maar niet die stink DBE. Nee. Jij vindt de DBE niks, hè? Was ook niet in een ver hoekje in het klein of zo? Misschien. Maar dan wel, zeg maar, dat ze ontevreden kijken. Juist, ik moet dus een poster maken of een nieuwe poster daar plakken van meneer KB en mij samen. Harlo mocht erop en de DBE mocht ook ergens in een hoekje zitten. En die poster heb ik al helemaal ontworpen. Dus ik dacht, laten we deze video gelijk beginnen met het plakken van die poster. En dat gaat echt wat worden, jongens. Oké, hier moet ik zijn. Laten we eerst even dat koekje dat hier nu staat weghalen. Beginnen we even met de simpele wol hier. Dus sorry, Harlo, dat je koekje weggaat, maar dat was eventjes de bedoeling, want we gaan hier een leuke poster ophangen. Bouwen eventjes omhoog. Tot ziens, koekje. Je hebt goed geholpen voor de promotie van Harlo zijn koekjeswinkel hier aan de overkant. Maar het is tijd om de beste poster ooit op te hangen. Er hangt letterlijk nu nog een Merry Christmas poster. En het is inmiddels al april. En er hangt nog een poster voor kerst. Dat kan natuurlijk niet, jongens. Dat is natuurlijk onacceptabel. Zo, dan is het koekje helemaal weg. Dat is goed nieuws. Dan is het tijd om deze poster naar beneden te halen. En de veel betere nieuwe poster op te hangen over de liefde die meneer KB en ik hebben in Content Veen. In 3, 2, 1. A few moments later. Dames en heren, ik presenteer met trots de nieuwe poster in het continent van Content Veen. Zoals je kan zien hebben we mij erop staan met een zwaardje. Je hebt meneer KB erop staan met een pistooltje. Hij heeft een prachtig hoedje schuin op zijn hoofd. Een cowboyhoedje nog wel. Ik heb onze lieve Harlo heb ik in mijn hand. En je ziet in de achtergrond daar zie je DBE gebouw in de fik. En daar Joris en Char van de DBE erbij staan. De achtergrond, let er niet op. Ik heb het in paint.net gemaakt. Oh ja, en ik heb onze liefde heb ik rond laten vliegen. Zo goed gaat het tussen de piraten en cowboys op het moment. Ik weet niet wat er mis is gegaan met mijn oog daar. Zo te zien zit er wat paars in en zo. Maar als je hiernaar kijkt, waar word je toch gewoon blij van? Je ziet dat het een prachtige poster is. Hij hangt goed. Ik denk dat meneer KB deze echt wel goedkeurt als je hem zo ziet. Ik bedoel, als je hier langs loopt... Ja, ik vind het leuk. Ik moet zeggen, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt een leuke poster. Ik hoop dat de DBE niet boos op me is dat ik ze hier neer heb gezet. Maar ik dacht, ik wilde Harlo erin hebben. Maar ik wilde de DBE er ook in hebben. Alleen meneer KB vindt de DBE zelf niet leuk. Dus hebben we een soort compromis gesloten. Ik zei, oké, de DBE erin, maar dan zet ik het wel in de fik. Dus dan is het zeg maar al gewoon... Ja, ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Goed, dan zijn we gelijk klaar in de winkelvallei. Maar ik had niet één opdracht gekregen. Ik had twee opdrachten gekregen. Dus laten we afscheid nemen van de poster. We komen hier zo meteen misschien nog terug met KB. Ik hoop dat meneer KB online kan komen. Dan kunnen we dit even aan hem laten zien. Maar goed, laten wij even naar de tweede opdracht toe gaan. En voor die opdracht moet ik naar een tolpoortplekje die er niet meer is. Althans, de plek is er nog wel, maar de tolpoort zelf, die is er niet meer. Goed, we zijn aangekomen bij opdracht nummer 2. Dat is namelijk het feit dat meneer KB heeft de tolpoort die hier stond natuurlijk opgeblazen. En ik heb al gezegd, helemaal verdiend, die tolpoort was eigenlijk ook best wel een piratenstreek. Maar ik heb aan meneer KB gevraagd, hey, weet je, hoe kan ik het goed maken? En dat was dus die poster. En hij wil graag dat ik hier een soort vredesbrug ga maken. Zodat we altijd herinnerd worden aan het feit dat hier eerst een tolpoort stond en nu niet meer. En dat we nu met vrede naar elkaar toe kunnen. Zonder ruzie, zonder weet ik veel wat allemaal. Maar in plaats van een vredesbrug ga ik het nog beter maken. Ik maak een liefdesbrug. Om de liefde te laten zien. Dus meneer KB, wees voorbereid om heel veel liefde te ontvangen. Ik ga de grootste vredesliefdebrug bouwen die er is. Nou, grootste, hij kan niet heel groot zijn. De meeste liefde ga ik erin stoppen. Je gaat verbaasd zijn hoeveel liefde het is. Hij zei dat ik dit zo moest laten. Maar ik wil dit toch een beetje aanpassen. Dat is alsof het, zeg maar, de liefde de natuur weer heeft laten groeien hier. Ik maak er wel nog steeds een krater van. Maar ik ga het een beetje vergroenen hier allemaal. Ik heb de spulletjes daar al klaargezet. Ik weet al precies wat ik ga bouwen. Dus laten we maar gelijk beginnen met timelapse nummer 1 van deze aflevering. De vredesliefdesbrug van meneer KB en kapitein Knalnut. Let's go! Wacht, sorry, dat is niet lief genoeg. Let's go. ik wist niet wat ik moest zeggen. We'll be right back.
jongens, daar zijn we weer. En wij hebben de meest vredige liefdesbrug gemaakt die er is. Ik ga zo meteen alles aan jullie laten zien. Ik loop er nu heel even snel doorheen. Omdat ik natuurlijk de enige echte cowboy, oftewel meneer KB, opgehalen. Om dit aan hem te laten zien. Dan kunnen jullie dit gelijk ook een stukje beter bekijken. En ik ben benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Want het is toch iets anders gegaan dan verwacht. Want het was een vredesbrug. En uiteindelijk is het een soort van halve liefdesbrug geworden. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Dus laten we even de cowboy ophalen. Dan moeten we hier naar links. En dan ben ik heel benieuwd wat hij ervan vindt. Maar voordat we hem op gaan halen, wil ik nog één klein dingetje voor hem doen. Ik was onderweg namelijk naar de cowboy. En ik dacht, weet je, het volgende shot is dat ik er ben. Maar ik liep over dit creepergat hier. Die er echt al heel lang zit. En ik dacht, weet je, ik ga die gewoon een keertje even voor hem opvullen. Ik zag in zijn video dat hij er ook weer in was gevallen. En weet ik wat. En ik irriteer me ook de hele tijd aan het creepergat. Dus weet je, cowboys en piraten staan samen sterk. Dus ook het pad moet erg sterk zijn. Kijk, zoals dit. Hoppakee. Hier. Is toch top? Dit is toch top? Kijk, nu is het pad gewoon weer hersteld. Nah. Ongelooflijk eigenlijk, hè. Dit zo. Dat ik dit gewoon doe. Hier, dan gooien we de deur. Dat gooien we weg. En nu gaan we echt naar de cowboy. Hey! Gadverdamme! Ik zit hier rustig te poepen, joh! Ja, waarom heb je de deur openstaan? Draai even op. Waarom heb je de deur openstaan? Ja, hallo. Ik verwacht toch geen bezoekers? Even vegen. Oh, sorry. Oh, vegen? Oh. Ja, ik maak even veegeluiden. Pssst. Wil je wel door? Nee, dat kan niet. Zo hip is mijn toilet nog niet. Het is gewoon een gat waar het in valt. Ja. Wel geveegd. Wel geveegd, goed zo. Hallo, welkom, wat doe je hier? Ik kom jou ophalen omdat ik de twee opdrachten heb uitgevoerd. Plus een extraatje die jij mij had gegeven. Onze brug is hersteld. Ja? En ik heb een nieuwe poster in de winkelvallei opgehangen. Ja? Ja, over ons twee, de poster. Ik wil het heel graag zien. Oké, kom. Heb je een paard voor mij die ik even kan lenen? Dat we gewoon even snel kunnen? Nou, ik heb daar wel twee paarden staan. Maar die zijn niet de snelste, maar misschien wel gezellig. Ja, dat is wel gezellig. Ik bedoel, hoe lang heb je al niet op Sheriff Junior gezeten? Is dat deze? Ik heb hier Sheriff en Sheriff Junior allebei gewoon. Deze heb ik allebei een keertje ontvoerd. Ik wil Sheriff Junior. Ik denk dat die sneller is. Oh. Dit is echt heel traag. Ja, ik heb echt mijn best gedaan met de... En de brug en de poster. De poster heb ik in Paint.net gemaakt, dus... Oké, we gaan wel eens... Oh, ik ga van het pad af. We gaan als eerst naar de brug. Oh, we moeten deze kant op. Ga je mee, joh. Ja, dan moet ook deze route vol, want hier is ook het extraatje wat ik heb gedaan onderweg. Oh, ja, echt een extraatje. Word ik er blij van of ga ik ervan huilen, denk je? Nee, wel een positief extraatje. Het is echt minimaal, het extraatje, maar ik zag het en ik dacht, weet je, ik doe dit gewoon extraatje. Even. Kleine moeite. Kleine moeite. Je moet altijd zo, hè? Op deze brug moet je altijd zo. Wat? Hier overheen? Ja, ja, ja. Oh mijn god, dit is de cowboy. En een sprongetje maken en een pirouette. Oké, wacht, komt-ie. Ik was bang dat ik eraf ging vallen. Hoe lang hebben deze paarden al niet gereden, gewoon? Dat is echt een pensioen, volgens mij. Goeie vraag. Waar moeten we naartoe? Hier naar links. En dan komen we al heel gauw bij puntje nummer 1 dat ik gedaan heb. Heb je eindelijk dat creepergat gevuld? Ik heb het creepergat gedicht. Hij is dicht. Wat fijn. Hier ben ik erg blij mee. Ja, toch? Ja. Ja, hij zat hier. Nou, hij is dicht nu. Oh, blij. Goed, ja, en dan had jij dat gat gemaakt? Nee, ik weet niet hoe die er kwam. Maar ik heb hem wel gedicht. Oké, nou, vooruit dan maar. En over de brug. Ik heb van een soort van vredesbrug heb ik meer een liefdesbrug gemaakt. Oh! Ja! Ja, dit is leuk. Ik denk, en ik heb het gat toch een beetje aangepast. Ik heb de liefde heeft, zeg maar, de natuur er terug laten groeien, weet je. Even dus kijken, schat, hoor. Is er nog wel? We hebben geen leads mee, zeker, hè? Ja, nee. Waar zijn mijn leads? Oh ja, dan hopen we maar op het beste. Dus ik had altijd leads. Maar wacht, misschien heb ik nog wel... Ja, natuurlijk heb ik leads bij me. Tuurlijk heb ik dat. Tuurlijk. Ik ben een echte cowboy. Hier, hartstikke netjes. Oh! Bijna ontsnapt. Die kan je hier, kijk. Nou, ten eerste... Sorry. Jeetje. Ja. Je hebt hier het prachtige... Ik ben er klaar voor. Je hebt hier het prachtige hart. En je begint natuurlijk omdat jouw basis best wel veel met spruceout is gebouwd natuurlijk. In jouw basis. En dan hier ga je over tot mijn mangrove-achtig hout dat ik veel gebruik. Oh, nah. Ja, kijk. Dan heb je zo de wissel, weet je. En dan ga je door het hartje. Dus je gaat echt met liefde naar elkaar toe. En ik heb voor jou 1 red dye en 1 glow insect. Zodat we allebei... Wat, nou de liefste cowboy, wat allebei wat kunnen opschrijven op een bordje. Want ik heb aan allebei de kant een leeg bordje neergezet. Oké, ja. Ik doe nog wel de achterkant ook even vullen dan. Oké, mag ik dan aan jouw kant wat opschrijven dan? Ja, want dan, dat zie ik dan als ik jouw kant op ga. Dat, ja. Dat is het hele ding, toch? Ja, kijk. Komt ie, ik ga het opschrijven. Ah, met een hartje. Moet er nog iets op de achterkant erbij. Nog eventjes? Iets op de achterkant? Ja, alleen ik heb geen die daarvoor, heb ik nooit over nagedacht. Oh. Dus, maar dit is prima zo. Jij hebt ook dinges, toch, voor jouw kant? Hey, ik heb 5... Oké, zo.
naar de liefste kouwen. Nou, dat is leuk. En kijk, de liefde heeft de natuur helemaal terug laten groeien. Ja. Dus zeg maar, er is over de, het gat is er nog wel, maar er is ook een rots ontstaan. Maar ik weet niet hoe die daar is ontstaan. Ja, gekke kristallen ook ineens. Kristallen leuk zijn om te er ontstaan. En het water hier, kijk, zeg maar, je kan hier nog zien dat het gewoon daadwerkelijk echt een krater was, weet je? Ja. Je wel het water door laten stromen. Ik heb leuke liefdesballonnetjes opgehangen. Vredesballonnen zijn dat om het te vieren. Dat het gewoon weer vrede is hier. Leuk. Nou, is leuk, toch? Ik geef het een 8,5. Een 8,5? Omdat de kaarsen niet aanstaan. Oh, de kaarsen! Heb jij een flintersnieuw? De kaarsen staan niet aan. Ik denk het wel eigenlijk. Wacht. Vooral dat je dat hier doet. Ja. Ja, je hebt gewoon een flintersnieuw. Hartstikke ideetjes. Nou, weet je, steek ze aan. Oh, ze gaan wel aan, ja. Hier nog één. Heb je ze zo? Hier. Ja. Nu? Oh. Wat is het voor cijfer? Nu is het een 9. Ja, kijk, daar ging ik voor de 9. Ik had ook een 10 kunnen doen, maar ik dacht ik doe wel een 9. Weet je? We Nee, anders had je me ook nog 100 diamonds moeten geven. Misschien wel een beetje. Heb ik dat niet al gedaan met het paard kopen bij een 100 diamonds? Ja, maar dat is geen geven, hè? Dat is geen geven. Ja, we hebben een prachtig snel paard voor teruggekregen. Bloed, zweet en tranen zaten in dat paard. Hey, mooi. Leuk. Gaan we door naar de poster? Ja, maar het is wel echt super donker. Heb jij daar ook last van? Ja, daar heb ik ook last van. Oh, hij wil niet meer eens bij mij blijven. Oh, dat duurde net te lang. Ik heb een bed bij me. Dat duurde echt veel te lang. Dat was echt een beetje net te lang door. Oké, dan gaan we over de liefdesbrug. Dan voel je ook helemaal die vlinders in je buik als je hier overheen gaat. Ik ben mijn bed nog aan het opmaken. Rustig. Aan. Sorry. Ja. Okay. Het idee is dat je zeg maar, omdat je, ik heb de brug in een bepaalde vorm gemaakt, dat elke keer als je eroverheen gaat, voel je zeg maar vlinders in je buik. Ja, ik voel dat, ja. Voel je het inderdaad? Ja, ik heb ook wel gewoon trek in een hamburger. Ja, die heb ik niet. Oh. Dan zijn het de vlinders. Oké, dan gaan we door naar de winkel. Wacht hoor, Sheriff is al oud. Oh, Sheriff die is een stuk ouder natuurlijk dan Junior. Ja, rustig. Nou, inmiddels is Junior ook al oud. Junior is wel nog steeds Junior. Ja, dat zal altijd zo blijven. Misschien oud, maar jong van geest. Dit paard is echt heel sloom. Ik ben echt aan het stoppen en dan weer stilstaan. Stoppen, stilstaan. Ja, de moord is opgelost. Dit was de moordenaar blijkbaar. Kijk, wie is dit dan? Ja, weet ik niet. En er is ook een graf en blijkbaar heette de persoon die vermoord is Chantal. Oh. Dus die ligt hier nu rustig. Jeetje, in vrede. Chantal. Wat vervelend. Doe er even 360 op je graf. Ja, wel redelijk respectloos van mij dit. Nou ja, sorry Chantal. Oké, dan gaan we door. En kijk, hier, ook leuk. Ook hier, leuk. Je bent ook van alles. Hier, deze hebben een leuke date samen met z'n tweeën. Nee, joh! Ja, die hebben een date. Ik weet niet hoe ze hier komen, maar ik zag ze ineens. Is het wel goed dat we dit filmen dan? Hoezo? Ja, als ze lekker aan het daten zijn. Ja, dat is de datingshow, toch? Reality show. Content Fame. Content Fame dateshow, leuk. Vind je het spannend wat voor poster ik heb gedaan? Ik vind het heel spannend. Ik heb er alles op. Jij zit erin, ik zit erin. Harlow en zelfs de DBE, maar dat mocht, toch? Nee, dat mocht. Je zei dat het mocht. Alleen, ik heb compromis gedaan, dus gesloten. Oké, ik ben benieuwd. Ze zitten erin, maar ik denk dat je het wel prima vindt hoe ze erin zitten. Ben je er klaar voor? In Pain.net. Er staat hier ook een paard, joh. Zal ik, moet ik... Hij heeft geen naam. Ja, ga maar moonwalken. Nu duurt het allemaal nog langer. Nu duurt het alleen nog iets te lang, inderdaad. Wacht. Ga ik goed vanaf hier zien hem, waar ik nu sta. Ja, je gaat goed. Kom maar. Okay. Kom maar door. Beetje bochtje maken. Iets meer, ja. Echte cowboy kan dit gewoon, hè? Het pad blijven volgen. Ja, goed zo. Het ziet er vast heel stom uit. Je bent er bijna. Ja, het ziet er heel best wel soepel uit. Oké, hier kan je wel afstappen. Dan kan je paard hier aan doen, zo. Aan deze. Het gaat echt een anticlimax zijn nu. Oké, hier een beetje heen. Ik denk het niet. Ik denk het wel, dat het een beetje een anticlimax gaat zijn. Hij heeft echt heel weinig detail, omdat hij peper net is. Oké, ik ben erg benieuwd. Oké, draai maar op. Hey, en de DB is dat in de fik, joh! Let, wat doet Harlow daar? Harlow zit in mijn hand, die heb ik vast. Wow, vet zwaard heb je trouwens. Ja, cool hè. Ik heb jou een pistool gegeven, hoedje op je hoofd. Ja, perfect dit. Ik heb aan alles gedacht. Kijk maar, schaduw in mijn hand, schaduw van Harlow op mijn lichaam. Ja. Ik heb echt aan alle details gedacht. De lucht is ook een merkwaardige kleur. Er zitten gewoon wolken. Ja, allemaal liefde. Liefde inderdaad. En het gras Char en Joris. Is mega groen. Kijk, als je instapt op DB die staan wel echt ver genoeg. Ja, dat is goed zo. Ja, maar ik dacht ik doe een compromis. Dan zitten ze er wel in, alleen ik heb het gewoon in de fik gezet. Ja, nee, dat is top. Zo zie ik het graag. Wat een prachtig bord heb je gemaakt. Ja, is leuk, toch? Ik bedoel, een beetje liefde er gewoon bij en zo. Ja. Heb je het al tegen de kijkers gezegd? Wat? Dat ze de video... Nieuwe scène. Oké. Heb je het al tegen de kijkers gezegd?
Wat? Dat we de video moeten liken, omdat we zo'n prachtig schilderij hebben nu. Zo'n prachtig kunstwerk. Bij 1500 likes voeg ik wat nieuws toe daaraan. Echt? Ja, dan voeg ik... Wat voegen we dan toe? Dan doe ik een piratenhoed op. Die heb ik nog niet. Ja, en dan misschien Rick Force op mijn schouder. Ja, Rick op je schouder. Dat vind ik een goed zittend. Ja, wel, zeg maar wel echt een mini Rick Force. Ja, ja, ja. Gewoon net zo klein als Harlow. Ja, ongeveer. Ja, ja, ja. Arme Harlow. Ja, hij moest erop. Ik dacht, dit is wel leuk op die manier. Hey, oh nee. Hey. Oh, ik hoop dat ze het niet ziet. Oh nee. Maar ze loopt nu helemaal door de scène heen. Zou ze het gezien hebben? Ik denk het nog wel. Zou ze boos zijn? Ja, dat is het misschien. Ook niks zeggen. Okay. Oh nee. Nee, maar prachtig dit. Ja, leuk toch? Is de opdracht er goed uitgevoerd ook? Ja. Is het nu officieel weer helemaal vrede, begrijp officieel ik? Inderdaad. Ja, nu kan ik weer wat slechts doen en dan zit het weer even een beetje... Niet? Nee. Oh, oké. Okay. Jij mag best wat slechts doen. Maar? Bij de DBE. Of? Of... Ja, je hebt ook nog zo'n malle koning. Ja, daarom. Kom wel goed. Ik vermaak me wel met mijn geklier. Dat komt wel goed. Top, dan ga ik rustig vissen. Jij gaat vissen. Prima. Ik ga een markt bouwen. Kijk, ik heb mijn hengel al mee. Mag ik hem eens? Nee. Oké. Okay. Hebben we straks weer een video. OP vishengel gevonden. Weet je hoe goed die was? Oh, dat is die hengel. Ja, natuurlijk is dat die hengel. Oh, prima. Neem jij je paarden mee allebei? Oh... Je kan op zijn minst op Sheriff Junior zitten nu. Ja, ik ga weer een wereldreis maken dan maar. Oké, okay, hartstikke goed gedaan. Ik ben trots op je. Ik denk dat Char het ziet nu, officieel. Oh. Oh jee. Oh jee, ja, ze ziet komt het er ook een, komt er ook een mening? Daar ben ik benieuwd naar. Uh-oh. Ze zitten wel heel gefocust naar te kijken. Oh. Ik denk dat ik er maar vandoor ga. Woehoe! Ik zie dat Sheriff Junior er zin in heeft. Doei! 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 Goed jongens, de liefdesbrug en... Of de vredesbrug kan ik het beter noemen. En de vredesposter is af. Je bent lekker aan het vissen hier zo te zien. Ik dacht dat je naar huis ging, maar je mag hier ook vissen. Ja? Goed? Oké. Okay. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb veel gedaan. Het valt eigenlijk wel mee hoeveel ik heb gedaan. De volgende video wil ik beginnen aan de markt die we daar kunnen plaatsen. En dan kunnen we even kijken wat we daar allemaal kunnen gaan verkopen. Of andere mensen dat willen verkopen daar. Misschien mag jij wel het wel verkopen, maar dat zien we nog wel even. Mooie vis op je hoofd. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk de video waarin, als we die 1500 likes hadden gehaald, gingen meneer KB en ik een dansje doen. Als het goed is, moeten we dat doen. Dus kijk hem zeker even. En nu spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer.